Een heel belangrijk type golf is geluid. Daar gaat dit filmpje over. Behalve over geluid zul je ook nog iets te horen krijgen over superpositie. Wat dat is, op het eind van het filmpje weet je vast meer. We gaan van start. Oké, een luidspreker. Een luidspreker die produceert een toon. Ja, een lekkere pieptoon. En alle geluidsgolven komen vanuit de luidspreker naar het oor. En dan krijg je zo'n mooie toon te horen. Die toon, die geluidsgolven, dat zijn longitudinale golven. Ja, longitudinale golf, wat was het ook weer? Dat betekent dus dat ieder deeltje die voert een trilling uit. En de richting van de trilling is in dezelfde richting als de voortplantingsrichting van de golf zelf. De golf zelf bestaat dus uit een verdichting en verdunning, te vergelijken met een berg en een dal. Dat. En de afstand tussen twee verdichtingen, dat is de golflengte. Golflengte van een geluidsgolf. En zo'n geluidsgolf, ja, dat kan een mooie sinus wezen. En als het een mooie sinus is, hebben we een zuivere toon. Dus dat is een mooie toon van één frequentie. Dat is een mooie sinusoïde. Nou, nog een keer. Ja, wat gebeurt er met de toon? Let op, kijk. Als ik de frequentie omhoog doe, dan hoor je dus dat ook de toonhoogte omhoog gaat. Frequentie heeft dus te maken met toonhoogte. Lagere frequentie, lagere toon. Hogere frequentie, hogere toon. Ja. De amplitude. Ja, een hogere amplitude. Dan hoor je dus dat het geluid harder wordt. En als je de amplitude lager maakt, dan hoor je hem bijna niet meer. Tot helemaal niet meer. Kijk, amplitude 0. Geen golven meer. Lekker rustig. Dus, ja, de frequentie, dat is de toonhoogte. En amplitude, dat is de hardheid van het geluid. We gaan even aan het meten. Ik doe eventjes zonder geluid. Hè. Er is natuurlijk wel geluid, je ziet de geluidsgolven wel komen. Frequentie 354 hertz. En we gaan even aan het meten. Ja, ik pak eventjes een grote centimeter. Let op, het staat in meters. Dus een ontzettend groot ding. Ik zet hem even hier neer. En ik kijk eventjes. En daar is hij ongeveer 3,85. En welke afstand is dat? Dat is hier 4 golflengtes. 4 golflengtes. We kijken begin hier. Dit is 1 golflengte. 2, 3, 4. 4 golflengtes. 3,85 meter. Oftewel 1 golflengte. Hè, dat is net geen meter. Nou, het is en blijft gewoon een golf. En frequentie. 354 hertz. En dan kun je dus samen met, als je golflengte weet en de frequentie, wat kun je dan berekenen? Welke formule was ook weer belangrijk? Precies. De golfsnelheid kun je meten. En dan krijg je dus dat de golfsnelheid hier 341 meter per seconde is. En dat is de geluidsnelheid. En dat klopt wel aardig. Hè? Maar kijk hier, bij lucht, bij een 20 graden Celsius, ongeveer 293 Kelvin, is de geluidsnelheid 343 meter per seconde. Je kunt dit allemaal weer vinden in BINUS natuurlijk, tabel 15a. En wat kun je daar allemaal uithalen? Nou, dat de geluidsnelheid afhankelijk is van, kijk maar, de temperatuur. Kijk, bij lucht, als de temperatuur toeneemt, dan neemt de geluidsnelheid ook toe. Bij lucht en bij water, hè, twee heel bekende stoffen natuurlijk, daar staat het apart nog in gespecificeerd, maar eigenlijk zou dat voor alle andere stoffen ook moeten komen. Trouwens, alle andere stoffen, daar zie je dus ook dat per stof er een andere geluidsnelheid is. Hè, bij vaste stoffen is de geluidsnelheid vele maal groter dan in gassen. En dat komt omdat de koppeling tussen de moleculen in een vaste stof veel beter is dan in een gas.
Geluidssnelheid is niet afhankelijk, let op, niet afhankelijk van toonhoogte of frequentie. En ook niet van hoe hard je praat. Ja, en dat is ook maar goed natuurlijk, want als je bij een concert zit, dan wil je toch alle tonen tegelijk kunnen horen. En ook de zachte en de hardere stukken wil je ook tegelijk kunnen horen. Dus het is op zich ook wel logisch dat dat zo is. Maar hoe hard is het geluid? Want het is weliswaar afhankelijk van amplitude van geluidsgolf. Maar stel je voor, je hebt een 130 decibel geluid. Is dat nu hard? Nou, laat ik zo zeggen, als dat bij 1000 hertz is, dan is het dusdanig hard dat het boven de pijngrens is. Dus dan kun je zeggen, ja, behoorlijk hard. Maar bij 20.000 hertz, dan heb je totaal geen last van. Want het zit niet in je hoorbaar gebied. Voor jou althans. En dat stopt bij 20.000. Nou, dus je kunt niet echt zeggen van jongens, de hardheid van het geluid, dat is duidelijk. Nee, je moet er wel zeggen bij welke frequentie het is. Want het is afhankelijk van frequentie hoe goed je iets kunt horen. Kijk, hier heb je het frequentiebereik van diverse zaken. Voor een mens is het ongeveer van 20 hertz tot 20 kilohertz. Dat is wat je kunt horen, wat je kunt praten. Je kunt een klein beetje lager in toon produceren dan dat je kunt horen. Maar je kunt niet zo hoog komen, dat is niet te doen. Ja, een hond heeft een veel groter bereik qua gehoor. Maar wat hij produceert is veel minder. Ja, vleermuis, ja, die heeft de lage toon kan niet horen. Hoge toon juist wel. En wat hij probeert, ja, je kunt de laagste tonen kun je nog net horen als mens zijn, maar de hoge toon helemaal niet. Walvis, die steekt er met kop en oren of kop en vinnen bovenuit. Ja, hele lage tonen en hele hoge tonen. Het is echt een allround vis. Oké. Hier hebben we de persoon weer, ja, en ik teken de geluidsgolf eventjes weer als een mooi transversale golf, hoewel het een longitudinale golf natuurlijk is. En het kan natuurlijk wezen dat hij meerdere geluiden tegelijk hoort. Het hoeft niet altijd zo'n mooi pieptoon, nou ja, mooi, zo'n pieptoon te zijn. Het kan ook een combinatie van geluid zijn. Kijk, hier hebben we het, toon 1 en toon 2 tegelijk. Wat krijg je dan? Dan krijg je dus dat je die twee moet combineren. En combineren betekent gewoon bij elkaar optellen. Dus dan krijg je zo'n soort toon. Toon 1 en toon 2 samen hoor je zoiets. En we noemen dat superpositie. Superpositie is dus gewoon het optellen van één of meer geluidstrillingen. Je wilt misschien niet geloven, maar dit beestje, dat heeft een heel verhaal voor je te vertellen. Maar ja, je kunt het niet horen, dus daarom zeg ik maar even wat hij wil vertellen. Hij vertelt je dat het leuk vond dat je hebt gekeken. En tot ziens. Dag.